Hi, zou je een waanzinnige stap willen maken die goed is voor 80% van de impact die nodig is om vrijheid in gedrag van trichotillomanie tot stand te brengen, om af te leren komen van deze vorm van gedrag? Als dat zo is, dan nodig ik je uit om naar deze korte video te luisteren, want ik denk dat ik een ontzettend mooi bericht voor je heb in deze video om praktisch aan de slag te gaan, heel laagdrempelig, en dit voor jezelf tot stand te brengen. Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Rick van Bastelaar. Misschien ken je hem al, misschien nog niet. Maar ik ben oprichter van Beter Worden voor Behandeling van Trichotillomanie in Nederland. En we zitten nu in een aantal landen met specialisten waarin we mensen helpen om af te leren komen van trichotillomanie. Weet je, er is één vraag die mensen vaak aan ons stellen en die is als volgt. Hoe kan het nou dat als mensen 10, 20, 30, 40 jaar of langer zelfs last hebben gehad van trichotillomanie, dat als we ze helpen dat ze plotseling af leren komen van deze vorm van gedrag? Het antwoord daarop is dat we ze allemaal door één eerste stap laten gaan, die absoluut cruciaal is, die ik jou nu wil laten nemen. Voor jezelf, thuis in de privacy van je eigen omgeving. Die stap is zo belangrijk dat als je die stap hebt genomen, dat je wat mij betreft 99,9% slagingskans hebt om af te leren komen van trichotillomanie. Daarna is de weg naar vrijheid van dit gedrag wat mij betreft een makkie. Voordat je die stap hebt genomen, is het een ander verhaal. Want ik weet zeker dat er in jou nog niet dat gecreëerd is wat nodig is om dit tot stand te brengen. Anders was je al lang af van deze vorm van gedrag. Deze eerste stap is wat mij betreft het geheim van elk fantastisch transformatieproces. Elk proces waarin je wilt groeien, waarin je van A naar B wilt gaan, van waar je nu nog last hebt van deze vorm van gedrag, naar vrijheid. Alles wat je leert in dat proces is waanzinnig, maar voordat je deze eerste stap hebt genomen is de kans van slagen bijna nihil. Daarom wil ik je deze eerste stap laten nemen, voor jezelf, heel laagdrempelig, met een tevredenheidsgarantie. Je hebt 30 dagen de tijd om te ontdekken hoe dit voor je werkt, met audio en video en documentatie. Je kunt er in een dag doorheen, als je daar een dag je zin op zet, ben je er in een dag doorheen. Ik wil dat je voor jezelf ervaart hoe belangrijk deze eerste stap is. Niet zozeer met theorie. We gaan je natuurlijk fantastische dingen vertellen. Ik ga je uitleggen wat het pad naar vrijheid van trichotillomanie is. Wat er voor nodig is om van deze vorm van gedrag af te komen. Maar veel belangrijker nog, ik ga je praktisch dingen laten doen die je helpen om op onbewust niveau een verandering in je denken en doen tot stand te brengen rondom het leren afkomen van trichotillomanie. Als dat je aanspreekt, ik hoop dat dat je aanspreekt, dan nodig ik je uit om hiervan gebruik te maken. Want er zijn twee dingen die je nu kunt beslissen. Optie 1, je kunt besluiten, nou, ik doe niets. Dan kan ik je bijna met zekerheid vertellen, met zekerheid, dat over 10 jaar jouw situatie nog hetzelfde is ten aanzien van dit gedrag. Als je hetzelfde blijft doen en andere resultaten blijft verwachten, dan is dat de definitie van waanzin. Dit is iets wat ik ooit geleerd heb qua definitie, dat me zo geholpen heeft. Maar op het moment dat je gaat leren van mensen die al zoveel mensen geholpen hebben om af te leren komen van dit gedrag, wat er voor nodig is om die eerste belangrijke stap te zetten, die in jou een verandering op onbewust niveau tot stand zal brengen ten aanzien van het leren afkomen van trichotillomanie, dan denk ik dat optie 2 voor jou de beste is, namelijk actie ondernemen. Actie ondernemen en heel laagdrempelig. Ik bedoel, het is een bedrag waar je 1 avondmaaltijd aan spendeert. Nou, als dat het je niet waard is om je leven op een positieve manier te veranderen, dan weet ik het niet meer. En je krijgt zelfs een garantie van 30 dagen om zelf te ervaren hoe dit voor je werkt. Ik nodig je uit om hier gebruik van te maken. Ik nodig je uit om het meest kostbare goed wat je in je leven hebt, namelijk tijd, op een positieve manier in te zetten. Morgen kun je terugkijken op gisteren en eergisteren. Maar die dagen kun je nooit meer overdoen. Er is één ding wat ik geleerd heb. Ik ben 46 op dit moment van opname. En tijd is het ene schaarse goed wat we werkelijk hebben in dit leven. Als jij wilt leren afkomen van trichotillomanie, dan nodig ik je uit om slim gebruik te maken van jouw tijd. 1 dag van jouw leven. 80% impact op weg naar vrijheid. Ik denk dat het een fantastisch aanbod is. Het is mijn geschenk naar jou. Ik nodig je uit hiervan gebruik te maken. En dan zie ik ernaar uit om je zo meteen te zien aan de andere kant van deze pagina. Om samen aan de slag te gaan en je te laten ontdekken hoe dit voor jou kan werken. Op weg naar vrijheid en een betere kwaliteit van leven. Door af te leren komen van trichotillomanie.